Dit is de 28-jarige man die sinds vorige week vastzit voor betrokkenheid bij de moord op Jan Diphoorn. Vandaag in een doorzonwoning aan de Zwaluwstraat in Goor, het woonadres van zijn ouders, is een grootschalig onderzoek gaande. De technische recherche arriveert al vrij snel in de ochtend en de buurt schrikt op. Snel gonst het van de geruchten over een nieuwe moord in Goor, maar het opsporingsonderzoek is dus onderdeel van de moordzaak Jan Diphoorn. Dit is de plek waar het lichaam van Jan Diphoorn is gevonden. Een medewerker van Rijkswaterstaat is 's morgens vroeg het gras aan het maaien als hij een schokkende ontdekking doet. Hij ziet iets drijven. Het blijkt het lichaam te zijn van de 59-jarige Jan Diphoorn uit Hengelo. Diphoorn is vanuit zijn Hengeloze woning meegenomen. Van Diphoorn is bekend dat hij homoseksueel is en date via de sociale media. Hij heeft contacten met Duitse en Turkse mannen. In die hoek zoekt de politie lange tijd naar de daders. Er is zelfs een passantenonderzoek. Ja, dank voor de medewerking. Een doorbraak is er bijna een jaar later met de arrestatie dus van de 28-jarige Hengeloer van Turkse komaf. Wij waren al wat langer op zoek naar deze meneer. Er liep ook een verzoek naar Turkije, een rechtshulpverzoek waarin wij gevraagd hebben om deze man te mogen horen. Uiteindelijk heeft hij zich nu zelf gemeld bij de politie. De broer van Jan Diphoorn is de Goorse volkszanger Henk Diphoorn. Hij is regionaal bekend. Maar een man mag niet huilen, ook al heeft hij het doen. Reden om te huilen is er voor Henk zeker door het verlies van zijn broer. Maar nu is hij ook opgelucht. En hij heeft geen medelijden met de dader. Zijn dader hoeft niet om vergevenis van mij te vragen, maar ik krijg het dan niet. Ik heb wel vergif gekregen. In de woning van de ouders van de verdachte Turkse man is de politie op zoek naar sporen van Diphoorn. Broer Henk weet dat uit de woning van zijn broer spullen ontbreken. Volgens mij miste hij ook de ketting, gewoon de ketting en armband. Die heb ik nergens weer kunnen vinden. Ook lijkt er iets meer duidelijk te worden over de achtergronden van het misdrijf, hoewel politie en justitie zich in stilzwijgen hullen. Zowel de vermoorde Jan Diphoorn als de verdachte woonden vroeger bij elkaar in de buurt in de Goorse volkswijk Tuindorp. Diphoorn vergreep zich in die periode aan minderjarige jongens. Hij werd daarvoor veroordeeld. De verdachte was in die tijd ook minderjarig.